BMX-kampioene Laura Smulders heeft voor de derde keer op rij de wereldbeker binnen weten te slepen. Woensdagavond werd ze gehuldigd in haar thuisdorp Horssen. Opvallend was dat dit gebeurde in de kermistent. Iedereen kreeg de kans om haar te feliciteren met de overwinning in het Argentijnse Santiago del Estero. Dit kon tijdens het feestprogramma van Laura Smulders 3 op een rij. En dat begon om 7 uur. DJ Mike en feestduo Happy Hour traden die avond op. De huldiging was een initiatief van dorpsgenoten Wout Kobussen en Jos van der Broek. Toen zij hoorden over de prestatie van een dorpsgenoot was er geen twijfel om dit te organiseren een dag na de kermis.